Hartstikke welkom allemaal. We gaan hem weer oppakken bij het Bijbellezen en we zijn bezig in Genesis. De vorige keer zijn we gestrand bij het 12e hoofdstuk en dan vers 6. En dan pakken we nu de draad weer op. En voordat we gaan uitleggen waar we precies zijn en waar we naartoe gaan met het Bijbellezen, heet ik eerst van harte welkom aan Jörg en Michael. Voor hun ondersteuning in die twee andere talen. Welkom. En dan mogen jullie wat zeggen. Ja, tegen de luisteraars. Bedankt Perry. En ik ben die Michael van de buurt op het dorp van Venlo. En ik zal proberen mijn Nederlands een beetje te oefenen vandaag. En ja, ik luister heel graag naar Perry's kanaal, maar ik heb niet die veel tijd om dat te doen, maar ik vind het heel goed dat jij zoveel tijd investeert en zoveel dingen doet. En ja, dat is ook een van de verschillende redenen dat ik met jou en met Jörg deze Bible readings in drie verschillende talen maak. En ja, dan bedankt voor die uitnodiging. Is dat uitnodiging? Ja. Ja, oké. Goed gegokt. Ja. Ja, beetje ik wil ook nog een beetje beter Nederlands leren, dus ben ik ook vanavond er terug bij. Ja. Mijn dochter die wil het liefst Duits leren. Ik weet niet hoe ze daar mee komt. Maar hallo Jörg, jij mag ook wat zeggen. Jo, hallo Perry. Ja, mooi terug samen te zitten en verder te gaan in onze Bijbelstudie, die we ja in drie talen doen. Ik lees de Engelse Koning James. Jij, Perry, leest de Nederlandstalige Statenvertaling. En Michael sluit dan altijd af met de Duitse Schlachter 2000. En dat is goed zo, want als we die drie Bijbels op deze manier naast elkaar leggen, dan zien we ook al direct of dat die vertalingen juist zijn. Want wij geloven allemaal, zoals we hier zitten, dat de Koning James zeker de foutloseste van al die vertalingen is, die we hier gebruiken. We hebben tot nu toe nog geen fouten vastgesteld in de Statenvertaling. En in de Duitse Schlachter vindt men daar regelmatig welke. Mhm. Interessant vind ik, ik heb daar vandaag een e-mail gekregen van een broeder uit Duitsland ergens. Van waar die jetzt precies komt, daar weet ik niet. Die noemt Andreas en die zei van, ja, die Schlachter, die wordt ja afgekort SLT, ne? Die Schlachterbijbel. Ne? Mhm. En dan zegt hij, die grappige afkorting SLT op de Bijbelserver zal er wohl de Aufmerksamkeit opleiden, dat de heilige Drie-Enigkeit Satan, Lucifer und Teufel, SLT, ook hier aan het werk is. Vind ik goed gevonden, ne? Satan, Lucifer, Teufel. Mhm. Alle drie dus in feite bij wijze van spreken dat die Bijbel dus wel geïnfiltreerd is tijdens de vertalingen van de niet heilige geest, maar van die andere geest, zo te zeggen. Want we hebben ja al gemerkt dat al die fouten die daar in Duits in die Schlachter gebeuren, dat kan geen toeval zijn. Mm-hmm. Dat is onmogelijk dat er toeval is. Dat is een systeem achter. Ja? En daarom hebben wij ook een keer gezegd dat wij daarvoor willen zorgen dat we liefst een vertaling willen doen, rechtstreeks uit de Koning James naar de Duitse Bijbel naartoe. Maar dat is uiteraard ja, een heel fromme wens. Mm-hmm. Maar in hoeverre dat die fromme wens dan ook in de daadwerkelijkheid kan omgezet worden, dat staat al in de sterren, bij wijze van spreken. Want dat is zeker niet gemakkelijk. Het vraagt veel mankracht, het vraagt veel tijd en het vraagt dan ook in die mensen die zich daarmee bezighouden ook veel vertrouwen. Namelijk vertrouwen in die mensen dat ze dat ook allemaal juist geleid door de Heilige Geest ook doen. Mm-hmm. Dat heb je altijd iemand nodig die alles proefmoed kan lezen en tegen moet lezen. En wie heeft daar nu die tijd voor? Dus uiteindelijk zal ik altijd zeggen van we zitten vandaag de dag met het internet, we zitten met de mogelijkheid om programma's gelijk vertaalprogramma's te hebben, of dat je nu Google Translate gebruikt, of andere programma's, dat speelt geen rol, daar zijn programma's genoeg. En je kunt altijd eens een keer de Engelse tekst, als je in Engels niet zo goed bent, in een vertaalprogramma ingeven en dan in je eigen taal vertalen en zien of dat de zin daarvan daarin is. Wij moeten ja ook, als we de Koning James gebruiken, en naast de Koning James die
dat I-soort gebruiken, waar we weten dat de originele woorden in Hebreeuws in het Oude Testament of in Grieks in het Nieuwe Testament wijst, dan moeten we ook erop vertrouwen dat die vertalers die tolken toen van de Koning James Bijbel de juiste gebruikt hebben. Mm-hmm. Maar ik heb dus tot nu toe een heel goed verstand voor God ontwikkeld door het lezen van de Koning James. Ik heb in Engels nooit een andere Bijbel gelezen als de Koning James. Telkens als ik andere teksten tegenkwam, viel mij op dat die onduidelijker waren. Mm-hmm. En daarom hou ik gewoon aan de Koning James vast. En ook de Statenvertaling is heel schoon. Mm-hmm. Ook de Schlachter is heel schoon, maar ze heeft spijtig genoeg haar fouten. Maar goed, mm-hmm. wij zijn vandaag de dag hier niet om over de Bijbelversies te praten, maar we gaan even, of ik ga even uitleggen waarom we deze drie Bijbels gebruiken. En op deze manier hebben we nog tenminste de mogelijkheid een beetje te proberen internationaal te gaan. Ik bedoel, ja. veel Duitsers die echt de moeite doen en hun oren goed openzetten, kunnen dat Nederlands dat wij hier praten ook goed verstaan. Mm-hmm. We spreken niet hier met een Den Haags accent of zo. Ja. We spreken redelijk, zoals men dat in België noemt, APN, ja, algemeen beschaafd Nederlands. Mm-hmm. Dat is dan voor een Duitser over het algemeen, het zij is een Bayer, dan natuurlijk wel niet. Mm. Oh. uit Beieren, die verstaat dat misschien niet zo goed. Maar vooral mensen uit het Westen, gelijk waar Michael vandaan komt, en uit het Norden, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, waar ik gewoond heb in die streken, daar kan men dat wel redelijk goed verstaan. En dan bereiken we toch een heel groot publiek in dat opzicht. Plus die ja. mensen, die Engels kunnen, zijn iets met de Koning James. Maar ze moeten ook begrijpen dat we wel die versen lezen in die drie talen, maar dat de voertaal in de video zelf Nederlands is. Ja. Het is voor onze Nederlandstalige broers en zussen dat we dat doen, zowel die in Nederland wonen, als die in België wonen. Dat die ja. ook eens een keer iets aan onze kanalen hebben. Zeker aan mijn kanaal, want voor de rest doe ik altijd maar Duitse en Engelse video's. Ja. Goed, maar dat is meer dan genoeg, denk ik, voor de inleiding. Laat ons dan maar een keer ter zake komen. Ja. Dat is dus in Genesis kapitel 11, hebben we gelezen, verleden keer tot en met vers 6. Dus ik ga vers 6 nog een keer herhalen en ga dan verder lezen. We lezen hier over Abraham, die dus op geloof, op bevel van God, op geloof zijn heimat verlaat. Ja. En dan staat er hier dus in vers 6, en Abraham passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. And the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east. And there he built an altar unto the Lord and called upon the name of the Lord. And Abraham journeyed, going on still toward the south. Dat waren drie versen. En ja. Ik laat het nu aan u over om jullie versie daarvan te lezen. Ready on. En Abraham is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Canaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij een altaar den Heere, die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bet-El. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bet-El tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar den Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. Spannend. En Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaiter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute doch dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute doch dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an.
Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Nee, ik weet niet of dat jullie opmerkingen vragen of een extra explanatie of uitleg over dat wat we juist gelezen hebben nodig hebben. Ik denk het enige wat hier interessant is, is dat wij lezen in vers 7, unto thy seed will I give this land. Ja? Dus aan uw zaad zal ik dit land geven. Dat is natuurlijk waarop dan vele mensen zich beroepen die dan zogezegd de Abrahamitische geloof hebben. Ja, dat zijn de Joden die zeggen van dat is allemaal van ons. Dat zijn de Mohammedanen die allemaal zeggen van wij hebben ook het geloof van Abraham. Mm-hmm. Wij zijn allemaal de zaad van Abraham. Ik wil daar nu niet in een grote discussie gaan, want dat is in het Nieuwe Testament heel duidelijk beschreven. En dat komt ook heel duidelijk aan bod bij de lezing Exploding the Israel Deception. We gaan daar later nog een keer op. Maar je moet begrijpen als je zoiets leest. Dat je die zaad hebt en die zaad spreekt natuurlijk over het vleeselijke aan de ene kant, maar het spreekt ook over het geestelijke aan de andere kant. En dat gaan we vooral later tegenkomen als wij Isaac en Ismaël ontmoeten en als we Esau en Jacob ontmoeten. Mm-hmm. Maar dat is pas in latere plaatsen hier op de Bijbel, daarom wil ik daar persoonlijk nu niet al te ver op ingaan. Ja. Ik weet niet of dat jullie voor de rest nog vragen of opmerkingen hebben tot dat wat we hier nu gelezen hebben in die paar versen. Want ja. Als ik de spraak hier voer, dan kunnen jullie ook. Ja, ja. En dan even dan ter verduidelijking. Vers 6. And Abraham passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. En die Canaanite... Even voor de herinnering, ook voor degenen die luisteren. Dat waren de nakomelingen van een van die zonen van Noah. Toch? Ja, hem. Kleinzonen. Kanaan was de kleinzoon van Noah. Ja. Ja, precies. Van Noah. Ja. En het was dat volk dat vervloekt was, toch? Ja. Omwille van dat Ham de naaktheid van zijn vader gezien had. Mm-hmm. Waar we ja uitvoerlijk over gesproken hadden en wat dat betekende en wat dat precies, we hoeven dat niet opnieuw allemaal nog te laten passeren. Maar nee, maar we verstaan daaruit, en dat is daarom goed dat je dat zegt, dat de Canaanieten niet direct de beste vrienden zijn van de zaad van Abraham. Hè? Nee. Precies, ja. No. Goed, dan lees ik maar verder in vers 10. And there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon. Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife, and they will kill me, but they will save thee alive. Say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. Vers 10 tot 13. Ja. En er was honger in dat land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde, als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw, Zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw. En zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het wel gaat om u en mijn ziel om uwent wil leven. Dat is mooi Nederlands. En hadden we nog eentje, Jörg? Was het ook nog 14? Ja, dat is heel mooi Nederlands. Ja, ik heb tot en met vers 13 gelezen. Ja. Oké, maar... Maar er staat dus, zeg toch, dubbele punt, gij zijt mijn zuster,
opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. Ja, je hebt gelijk, dat is heel mooi in Nederlands, maar ik moet dat soms echt 3 keer achter elkaar lezen om het te goed te verstaan. Mm-hmm. Het is heel mooi, maar het is op een zeer, voor iemand als mij die geen natuurlijke Nederlandstalige sprekende persoon is, gelijk Michael ook niet, openbaart zich deze taal pas na het 2e of 3e keer lezen, hoe precies en hoe mooi dat die is. Ist beinahe in Gedichtsform geschrieben, so als man ja hunderte Jahre gelesen geschrieben hat. Eigentlich ist die Bibel von 1618, 1619. Ne? Ja, ja. In noch gegen 10 Jahre nach dem Verschwinden von der König James hatten wir diese Statuvertaling auch. Und das Nederlands hat dann noch all das. Und das ist natürlich in zwischen der Anlängstekens ouderwets im Vergleich mit was wir von da sprechen. Aber ich finde das eine heel, heel mooie Taal, heel mooi ausgedrückt. Ja. Na, aber benieuwd, hoe het in Duits klingt. Even klikken. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai. Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Ja. Da soll Michael eigentlich auch direkt eine Abmerkung müssen gehen tun, ne? Ja, ja. 90. Gebot. Ja. Ihr sollt nicht liegen, ne? Auf ihr sollt kein falsches Gezeugnis ablegen. Voor je naaste, of hoe is dat in het Nederlands? Ja. Dus, maar we gaan in de toekomst ook nog leren in deze Bijbel, dat vaak zelfs Gods mensen een leugen gebruiken om hun doelen te bereiken, omwille van dat ze gewoon te weinig vertrouwen hebben in de werking van God. Mm-hmm. Ja, want daar draait het uiteindelijk op neer, hè? Ik denk dat het beste voorbeeld dat iedereen kent, dat is Jezus die op het schip is en Jezus die op het water wandelt en tegen Petrus zegt, ja kom, stap dan van dat boot af en kom hier op de Wilde Zee en kom mij tegemoet. En hij doet het, totdat hij ineens beseft wat hem doet en zijn geloof gaat weggaan en hij gaat zinken in het water en zijn geloof verlaat hem. Dat is een goed voorbeeld, maar er zijn nog heel veel andere voorbeelden waar het daadwerkelijk op dezelfde manier zo is. We zullen dat later leren, zeker in Genesis 27, waar we leren over Esau en Jacob. Waar het gaat over Isaac, die dan dus oud is en niet meer kan zien en dus de zegen wil geven aan zijn eerstgeboren zoon. Mm-hmm. En dat God dat in feite ook bedoeld heeft, dat het aan hem gaat, maar zijn vrouw gebruikt, Rebecca denk ik noemt ze, Isaacs vrouw Rebecca gebruikt een truc om dat doel te bereiken, dat uiteindelijk sowieso van God voorbestemd was. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat de mensen soms een verkeerde weg inslaan, om wel tot het juiste doel te komen, ook al is dat doel van God zo voorbestemd. Mm-hmm. Maar ze mankeren gewoon het vertrouwen daarin. Ja. En ik vind dat we hier heel goed zien dat, alhoewel dat Abraham gerecht is voor de Heer door zijn geloof, mm-hmm. dat leren we nog op den ogenblik als zijn naam verandert, want hij noemt je nog altijd Abraham, hij noemt nog niet Abraham. Ja. Ja? Dat leren we nog, dan daar staat je in, en we lezen dat ook in het Nieuwe Testament na, dat het geloof Abraham voor gerechtigheid aangerekend werd voor de Heer. Mm-hmm. Maar, niet des te min, verlaat zijn geloof hem hier en daar ook eens een keer. En hij is in het vlees. Het is gelijk wij allemaal. Mm-hmm. En we kunnen ons daar allemaal niet van vrijspreken. Dat alhoewel dat we in de Heer vertrouwen, wij toch een andere weg gaan zoeken, vaak een vleeselijke weg gaan zoeken, om uiteindelijk hetzelfde doel te bereiken dat we eigenlijk met de wil van de Heer willen bereiken. Ik zal maar een keer een ander voorbeeld aanhalen. En misschien wordt het dan nog duidelijker voor iedereen. Mm-hmm. Ik ben een absolute tegenstander tegen medicijn te gaan pakken en tegen naar de dokter te gaan. Het zei, mijn arm is bijna afgevallen omdat ik daarin gezaagd heb of iets dergelijks en er moet genaaid of iets worden.
wat een dokter kan doen. Maar als het over interne ziektes gaat, ja, bij wijze van spreken iets waar je tussen aanhalingstekens medicijn voor moet gaan pakken, pilletjes en dergelijke dingen meer, ben ik er absoluut tegen. Absoluut. En toch betrap ik mezelf dan een keer op, als het dan echt slecht gaat, van ik ga nog naar een dokter en ik ga toch dit en dat kan laten onderzoeken, of ik ga toch dit of dat laten voorschrijven. Mm-hmm. En daarbij ben ik in mijn hart zo zeker daarvan, dat de enige remedie tegen ziekte mijn scheppergod in de hemel is. Mm-hmm. En niemand anders. Mm-hmm. Niemand anders kan mij genezen. En al die middelen hier, ja, oké, okay, we weten pharmakeia, nee? Mm-hmm. Dat woord waar dat vandaan komt en dat wat betekent in Engels sorcery, tovenarij. Mm-hmm. Ja? En toch, ik kan mijzelf daar niet van vrijspreken. Ik weet niet of dat jullie dat kunnen, maar ik denk dat ook vele van onze luisteraars ook zeggen van ja, alhoewel dat ik weet dat er de enige remedie tegen lichamelijk of wat dan ook ongemak hier op deze aarde God is, mm-hmm. en wij daarop vertrouwen, gaan we toch hier en daar nog eens een keer, gaat het geloof ons verlaten, bij wijze van spreken, mm-hmm. en we zoeken toch remedie bij de mens, dus bij een dokter of iets dergelijks meer. Ah, ja. Ja? En hier de zorg, hè? Hij volgt God uit zijn land met zijn familie, hij laat mm-hmm. heel zijn familie achter. Hij volgt God omwille van dat God zegt, ga in een land dat ik u ga tonen. En hij gaat en nu komt hem naar Egypte omwille van dat hem daar een hongersnood tegenkomt. Mm-hmm. En trouwens, dat is interessant, die hongersnood komen we later nog een paar keer tegen. En dan is terug Egypte de safe haven, ja, de veilige haven, bij wijze van spreken. Dat leren we later nog bij Jozef. Maar ik wil nu niet te ver voorop nemen, we gaan die Bijbel nog studeren en gaan dat leren. Ah, ja. Maar de hongersnood, dat is iets dat komt terug. Dat is hier niet de eerste keer, maar dat komt later nog een keer. Minstens één keer. Mm-hmm. En dat drijft dus in feite die mensen van één land naar Egypte. Zelfs Jezus is als kind van zijn heimat verdreven worden naar Egypte. Mm-hmm. Ja? Want Jozef en Maria zijn met het baby Jezus naar Egypte gegaan omwille van dat Herodes alle tot 2 jaar oude mannelijke kinderen vermoord heeft in Judea. Oké? Okay? Dus Egypte was altijd ergens een quote-unquote safe haven, een veilige haven of een veilige toevluchtsoord. Mm-hmm. Maar, ook maar met beperkingen. Dus ik wil hier ook geen babbel maken helemaal voor mezelf, maar ik wil gewoon eens een keer op het punt letten. Alhoewel dat Abraham zijn geloof volgde, zijn vertrouwen in God, volgde te gaan waar hij hem leed, mm-hmm. heeft hij toch daarvoor gezorgd door aan zijn vrouw te zeggen, jij liegt tegen die mannen, want je zegt dat je mijn zus bent, mm-hmm. in plaats van dat je mijn vrouw bent. Ja. Want als je mijn zus bent, gaan ze mij niet vermoorden. Maar als ze weten dat jij mijn vrouw bent, gaan ze mij wel vermoorden dat ze u kunnen hebben. Mm-hmm. En op dat ogenblik geeft Abraham dus te kennen, en zo versta ik dat, mm-hmm. dat hij dus God niet volledig vertrouwt. Ja. Anders zal hem zeggen, ook al zeg ik de waarheid, God gaat daarvoor zorgen dat alles goed komt. Ja. Dat doet hem hier niet. Dat is mijn verstand daarvan. Maar nee, vind ik correct opgemerkt. Ja, da ist auch kein Automatisme, ne? Dass als dann Abraham und Sarai nach Tun gehen, dass er dann vermordet wird. Das ist sein ja. Gelofte, aber das muss nicht automatisch gebeuren. Nee, precies. Ja, dus da siehe, dass er heel vreselijk bang ist mhm. und kein Vertrauen heeft in den Herr. Maar das ist nu dat staat. Waar staat dat? Dat hij vermoord werd, want dat zijn vrouw zo mooi is. Ja, waar staat dat? Ja. Ja, goed gezegd. Oké, okay, niks aan toe te voegen. Ja. Dan komen we bij de volgende vers. Dat vind ik ook eens een keer interessant. Daar lezen we namelijk in Engels, and it came to pass that when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman, that she was very fair. Nu heb ik hier eens een keer mijn ISOT open gedaan en dacht van, dat woord fair, dat kennen we vandaag ja ook. Maar we gebruiken dat nooit niet. Dubbele negatie, ik weet het. dat is Vlaams, hè.
Mm-hmm. Wij, en dat is geen Nederlands, dat is Vlaams. Wij gebruiken dat nooit niet in die bedoeling van te zeggen van ze is een schone vrouw. Maar we zien hier het originele woord is Yafé in Hebreeuws. Mm-hmm. Ja? Dat betekent dus beautiful, comely, fair, mm-hmm. godly, goodly, pleasant and well. Mm-hmm. Comely vind ik vooral daarom interessant dat het hiermee opgenoemd is, omwille van dat wij weten uit een later boek, ik weet nu niet exact die plaats waar het is, waar het daarover gaat, dat er gezegd wordt van I liken the daughter of Zion as a comely and delicate woman, waar het daarover gaat dat wij verstaan dat in profetie een vrouw, een kerk een vrouw is, mm-hmm. ja, en daar wordt ook dat woord comely gebruikt, mm-hmm. Dat we dan daar moeten een keer gaan opzoeken, dat dat hier ook als verklaring is voor dat woord fair. Mm-hmm. Dat woord fair, dat wij in feite ja als Nederlanders of Duitsers anders gebruiken. Wij gebruiken datzelfde woord, maar we gebruiken het in een andere context. Mm-hmm. En ook in Engels wordt dat woord fair vandaag, bij mijn weten, niet meer in die zin gebruikt om te zeggen, dat is een schone vrouw. Fair betekent iets anders. Ik heb geen lust om dat hier te analyseren. Daar kunnen jullie in Nederlands, Peri kan dat beter uitleggen, wat dat betekent. Ja. Maar ik vind die woordkeuze dus hier zeer, zeer schoon, dat in de Koning James Bijbel staat, she was a fair woman. Ja. Dat is juist het mooie aan de Koning James, gelijk ook aan andere oude Bijbels, mhm. dat veel oude woorden gebruikt worden, die toen nog een ganz andere betekenis hatten, als die, die ze vandaag hebben. Ja. Ja, zo heb je bijvoorbeeld dat woord gay, dat vandaag de dag een heel negatieve, homoseksuele, dus sodomitische betekenis heeft in de wereld. Maar wat eigenlijk een woord is ook dat voor schoonheid staat. Ja. En de meeste mensen weten dat misschien niet, maar als je een keer de Flintstones gekeken hebt, dat is ja zo'n comic-serie die veel mensen een keer gaan kijken, daar heb je ja ook in het begin een liedje en daar wordt gezongen, have a gay old time. Ja. Heb een goeie, een leuke tijd. Ja? Ja. Dus gay is daar een positief woord, waar vandaag daar alleen maar negatief is. Ja. En fair is hier ook. Vandaag de dag heeft het een totaal andere zin of een ander verstand als dat wat hier gebruikt is. Dat vond ik niet schoon. Daarom wilde ik eventjes vers 14 alleen lezen. En nu kunnen jullie dat natuurlijk ook in die twee andere talen doen. Ja. Oh, okay. En op mijn commentaar ingaan natuurlijk. Ook. Ja. In het Nederlands. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat zij zeer schoon was. Nou, hier staat het dus gewoon letterlijk. Dat hebben we nog steeds. Zeer schoon. En denk in Duits ook. Kom maar, Michael. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Ja. Dus hier worden in Duits en in Nederlands de woorden gebruikt die we vandaag ook nog gebruiken. Ja. Waarin tegen in Engels met wat woord fair een woord gebruikt wordt, dat denk ik nog niemand in die zin gebruikt zou hebben. Nee. Dat men een schone vrouw als fair benoemt. Ja. Ja. Vind ik daar zeer schoon bij. Mooi Engels. Ja. Oké, dan gaan we verder, vers 15. The princes also of Pharaoh saw her and commanded her before Pharaoh, and the woman was taken to Pharaoh's house. And he entreated Abraham well for her sake. And he had sheep and oxen and he asses and men servants and maid servants and she asses and camels. And the Lord plagued Pharaoh and his housewife with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. Oké, tot vers 17. Dan is dan. Oké, okay, dat is een 15 tot en met 17. Ja. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kumelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw.
Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht, und es ging Abram gut um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrams willen. Ja. Het zou misschien eens een keer interessant kunnen zijn dat we eens een keer die uitleg die we hebben in Esort. Oh, ik ben hier juist iets anders aan het openen, wacht. In Esort van Matthew Henry, mm-hmm. om dat eens een keer te kunnen gaan gebruiken. Zou ook eens interessant kunnen zijn. Ja, ja. Maar ja, daarvoor zouden we dat in feite moeten gaan vertalen. Hè? En dat is nogal een hele boterham als je dat zo leest, want dat zijn er hier voor die versen zijn dat 6 pagina's. Dus we kunnen dat eens een keer gaan doen, of ik kan dat eens een keer gaan doen, of ik kan jullie dat een keer doorsturen. We gaan eens een keer gaan zien hoe we dat best kunnen gaan regelen, Google Translate. Dan zullen we dat hier een keer doen, Engels. Nou, en veel Nederlandse mensen kennen behoorlijk Engels. Dus. Ja goed, dan kunnen we het ook in Engels doen natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Als je dat zo kunnen we meekijken op jouw scherm? Ja, dat kunnen we ook, ja. Zal ik mijn scherm dan delen? Hè? Dan zie je mijn scherm nu zeker. Juist. Ik zie nu even alleen maar helemaal... Ja, ik zie nou jouw scherm. Ja. Ja, oké, okay. Dus ik heb hier Esort. En in Esort heb je dus al die boeken van de Bijbel, al die verschillende boeken, al die verschillende kapitels en al die verschillende versen. En dan heb je hier altijd dan de Hebreeuwse in het Oude Testament of Griekse en Nieuwe Testament woorden daarnaast staan, waar dat vandaan komt. En hier heb je Bijbelcommentaren van verschillende mensen, maar ik gebruik altijd die van Matthew Henry. En dat gaat hier over Genesis kapitel 12, verse 14 tot en met 20. Ik heb dat hier eens een keer in Word gedaan, dat is een beetje groter. Mm-hmm. And there lezen we this: the dismission was kind and very generous. He restored him his wife without offering any injury to her honor. Behold, the wife take her in Genesis 12:19. Here is first the danger Sarai was in having her chastity violated by the king of Egypt. And without doubt, the peril of sin is the greatest peril we can be in. Ja? Dus de gevaar van zonde is de grootste gevaar in die wij ons kunnen gaan begeven. Hè? Mm-hmm. Ik heb het hier in Nederlands, misschien kunnen we dat hier ook eens een keer lezen. Wat denk je daarvan? Zal ik dat hier proberen? Het gevaar dat Sarai had om haar kuisheid te laten schenden door de koning van Egypte. En zonder twijfel is het gevaar van de zonde het grootste gevaar dat we kunnen lopen. Farao's prinsen, of liever zijn poeiers... Zoals dat hier vertaald wordt. His pimps rather, ja. Zijn poeiers, daadwerkelijk. Ja. Ja, dat woord kent Michael ook, hè. Zuhälter, dat moet niet vertrouwen naar het Duits extra. Zagen haar en observeerden haar wat een knappe vrouw was. Ze prezen haar voor de farao, niet voor wat haar echt lof was. Haar deugd en bescheidenheid, haar geloof en vroomheid. Dit waren geen excellenties in hun ogen. Maar voor haar schoonheid, die ze ook dachten goed voor de omhelzingen van hun onderwerp. Ze raden haar aan bij de koning en ze werd op dit moment naar het huis van de farao gebracht, zoals Esther naar de seraglio van Asservasos in Esther 2:8 om haar in zijn bed te krijgen. Nu moeten we Sarai niet beschouwen als een eerlijke voorkeur, maar als het aangaan van verzoeking. En de gelegenheden daarvan waren haar eigen schoonheid, waar voor velen een strik is. En Abrams dubbelzinnigheid, wat een zonde is, die gewoonlijk een inlaat is voor veel zonde. Terwijl Sarai in gevaar was, deed Abraham het voor haar beter. De farao gaf hem schapen, ossen en zo verder in vers 16, wat we juist gelezen hebben, om zijn toestemming te krijgen dat hij gemakkelijker de overhand zou krijgen bij haar die hij veronderstelde zijn zuster te zijn. We kunnen niet denken dat Abraham dit verwachtte toen hij Egypte binnenkwam, laat staan dat hij er oog voor had toen hij zijn vrouw verloochende. Maar God bracht het goede
uit het kwade. Nee? En dat is een punt die ik bedoelde. Hè? Mm-hmm. Mensen proberen dat hun weg te doen, maar je hebt nog altijd God die in de oppermacht is en die het goede uit het kwade voortbrengt. Dus ook soms het kwade gebruikt om het goede te laten zegenen overach, daarover te zegenen achteraf, zegen te vieren. En dus blijkt de rijkdom van de zondaar, hè, de farao, op de een of andere manier voor de rechtvaardigen te worden opgeborgen. Tweede punt, hè, we zijn hier boven met één bungel, hier is één en dan komt hier nu twee. De verlossing van Sarai van dit gevaar. Want als God ons niet waakt door voorrecht bevrijde uit benauwheden en benauwheden waarin we onszelf brengen door onze eigen zonde en dwaasheid en waar we daarom geen bevrijding van konden verwachten door geloofde, zouden we spoedig geruineerd. Nee, we hadden lang daarvoor geruineerd moeten zijn. Hij behandelt ons niet volgens onze woestijn. Ja, dat is wel denk ik een slechte vertaling. Ja, denk ik ook. Maar gaan we snappen dat wel. Ja. He deals not with us according to our deserts. Ja, tekortkomingen zou ik dat misschien kunnen gaan vertalen, maar niet voor Steinen. Hè? Nee. Goed, ik weet nu niet of dat goed is. Misschien moeten we een vervolg dat eens een keer voorbereiden met een betere vertaling, want dat trekt echt niet op veel. Maar we zien hier dus, die punt die ik eerder al gebracht heb, dat Abraham dus het geloof verlaat en liever zijn eigen ding gaat doen en zeggen van ik moet mijn vrouw beschermen, dus ik zal zeggen tegen Farao, dat is mijn zus. Mm-hmm. En als die weet dat het mijn zus is, dan gaat hij mij niet vermoorden. Maar deze leugen houdt natuurlijk andere dingen dan ook wel in. Hij verrijkt zich in feite. Mm-hmm. Omwille van dat die Farao zegt, ja, als die zus is, kijk, dan geef ik je dat en dat en dat. Hè? Die manservants, die maidservants, die mannelijke ezels, die vrouwelijke ezels, wat we allemaal gelezen hebben. Dat krijgt hij allemaal. En dus jij verrijkt je daarop en daarvoor kan ik dan die vrouw krijgen, want dat is jouw zuster, je hebt daar dus geen aanspraak op. Mm-hmm. Ik vind dat dus een heel interessant punt, hoe dat we hier daardoor geleid worden, hoe dat Abraham meent, laat ons maar zeggen, het recht in eigen handen te moeten nemen. Misschien kan man dat zo best vertalen. Ja? Want dat is ja in feite. Ne? Want dan gaat het ja verder hier in vers 17. And the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. And Pharaoh called Abraham and said, What is this that thou hast done unto me? Why didst thou not tell me that she was thy wife? Ja? Dus hij komt erachter en zegt, maar waarom zegt hij dan niet dat je vrouw is? Dan had ik dat toch niet gedaan. Maar je brengt plagen over mij en over mijn land en over mijn volk. Ja, oké. Okay. Ga je helemaal een keer die scherm terug overnemen. Ja, ik denk dat we met die Matthew Henry dat misschien voor volgende keer zouden kunnen gaan besparen. Mm-hmm. Nou, ik vond het erg verhelderend. Dus ik vind het altijd wel fijn als dat erbij zit. Ja, maar dan zouden we volgende keer misschien een paar versen voorbereiden. En dan is een keer echt dat van ook een betere vertaling daarvoor gaan zorgen. Mm-hmm. Want deze is nu een reine Google, een pure Google Translate vertaling, mm-hmm. die zoals je gemerkt hebt niet op al te veel trekt. Hè? Dat is nog altijd heel wat fout. Hè? En, ik kan het wel doen. Ik kan het vertalen. Ja, dan kunnen we anders misschien volgende keer kunnen jij dat dan doen. Kunnen zeggen van kijk, we bespreken die en die versen en we gaan daar in Matthew Henry's uitleg daarmee bij, want dan hebben we nog meer aan deze Bijbelstudie als we anders al hebben. Ja, vind ik een goed. Onze eigen zichten zijn ja tot nu toe ook niet slecht, maar ik bedoel, maar dat is hier en daar is een keer interessant om dat eventueel mee bij te nemen. Mm-hmm. Oké, okay, ik heb dus gelezen tot en met vers 18 nu, dus kun jij een keer overnemen nu in Nederlands en dan Michael in het Duits. Ja. Even kijken, want jij was begonnen bij 17. Ja, ik had toch met 16 daarvoor al gelezen. Ja, hè? Precies, dat was die kamelen. Over grappige. Dat heb je er ook al gelezen, of anders moet je van 15 beginnen. Nee, dat is toch. We pakken hem op bij 17. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen. Ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Toen riep Farao Abraham en zeide, Wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Dan had je ook nog 19, hè?
Ja. 17 en 18 had ik alleen maar gelezen. Oh, oké. Okay. Dan ben ik klaar. Dus voor Michael nu. Ja. Ja. Dan kan nu Michael. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrams, willen. Da rief der Pharao den Abram und sprach, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Ja. Gut, und dann gehen wir das weiter in 19. Why saidst thou, she is my sister? So I might have taken her to my wife. Now therefore behold thy wife, take her. And go thy way. And Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away, and his wife, and all that he had. En dan hier in het Nederlands, vers 19. Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar tot een vrouw zoude genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw. Neem haar, en ga henen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem. En zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Waarom hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Yes. Ja, ik heb nu nog een keer hier die van Matthew Henry nog een keer opgedaan. Dus ik deel mijn scherm nog een keer. Dan kunnen we dat nog een keer lezen. Dat onderste deel, dat vind ik toch misschien eventjes om erheen te gaan. De terechtwijzing, ja, lezen we hier. Je kunt zien, hè. De terechtwijzing was kalm, maar heel rechtvaardig. Wat heb je gedaan? Wat een ongepast ding. Hoe onwijs een wijze en goede man. Ja, want Abraham gold als wijze. Ja? Merk op dat als degenen die religie beleiden en doen wat oneerlijk en onoprecht is, vooral als ze zeggen wat grenst aan een leugen, dan moeten ze verwachten dat ze ervan zullen horen en reden hebben om degenen te bedanken die ze ervoor zullen vertellen. We vinden een profeet van de Heer terecht gewezen en beschuldigd door een heidense scheepmester. Scheepsmeester. Ja. Ja, in Johannes kapitel 1 vers 6. Farao redeneert met hem. Waarom vertelde u mij niet dat ze uw vrouw was? Erop wijzen dat hij, als hij dit had geweten, haar niet in zijn huis zou hebben meegenomen. Nou let op, het is een veel voorkomende fout onder goede mensen om vermoedens van anderen te koesteren boven wat er reden voor is. Dat is een heel belangrijke zin, hè? Het is een veel voorkomend fout onder goede mensen om vermoedens van anderen te koesteren boven wat er reden voor is. Met andere woorden, wij gaan direct het kwade onderstellen. We geven de mensen zelfs geen kans om eens een keer hun ware intenties te tonen. Wij veronderstellen direct het meest verschrikkelijke. Ja? Ja. Oh, ze zullen mij vermoorden omdat jij mijn vrouw bent om jou te kunnen gaan krijgen. Dus ik moet jou voor iets uitgeven wat je eigenlijk niet bent. Ja? Een veel voorkomende fout onder goede mensen, ook vandaag de dag nog, om vermoedens van anderen te koesteren boven wat er reden voor is. Waarbij sommige mensen vaak meer deugd, eer en geweten gevonden dan we dachten te bezitten, dan we dachten dat zij bezitten. En het zou ons een genoegen zijn om al dus teleurgesteld te zijn, zoals Abraham hier was, die Farao een betere man vond dan hij had verwacht. Liefdadigheid leert ons het beste te hopen. Ja, neem maar een keer de scherm terug. Ik vind dat legt het al redelijk goed uit, hè? Zover. Ja. Ja, deel maar terug. Prima. Dat kapitel is ondertussen ook alweer voorbij. Dus we zijn daar redelijk rap doorgegaan. Allee, rap, ja. We hebben onze tijd genomen. En ik vind, we hebben hier in feite een les geleerd. We moeten niet altijd direct het kwade zien en al die mensen en zijn maatregelen nemen. We kunnen misschien beter vertrouwen op God. En ervoor zorgen dat God is diegene die in het hart van de mensen kan zien. Dat weten we toch als bijbelgelovige christenen. Ja? Wij kunnen niet in de harten van mensen zien, maar we weten dat God in de harten van mensen kan zien. En als God met ons een plan heeft en hij kent ons hart en hij kent dat hart van de anderen, dan gaat hij ook de juiste maatregelen nemen dat die dingen die in afloop nemen die hij voorzien heeft.
Dus in feite denk ik dat deze kapitel 12 ons de les wil leren, als we dat zo mogen noemen, dat wij op God moeten vertrouwen en dat gans de weg moeten gaan doen. Dat Gods wegen beter zijn als onze wegen. Vooral omwille van dat wij in onze wegen vaak dus middelen gebruiken die niet koscher zijn. Ja? Die niet conform de wet zijn. Zoals liegen, zoals dingen op een andere manier voordoen. En ik denk dat hier een heel mooie morale les in feite inligt. Ja? Een morele les inligt. Abraham heeft zich verrijkt omwille van dat hij al deze dingen gekregen heeft van de farao. Ja? Omwille van dat hij heeft schapen gekregen en ossen en mannelijke ezels en mannelijke dienaars en vrouwelijke ezels en kamelen, zoals in vers 16 staat. Allemaal voor die vrouw, die farao helemaal niet genomen had, als hij wist dat het Abrahams vrouw was, hij zal hem dus ook hebben laten leven, bij wijze van spreken. Dus Abraham heeft voor ...waarige conclusies getrokken uit de dingen die weggingen. Hij heeft daarom op basis van zijn eigen verstand, van zijn eigen hart, een beslissing genomen die uiteindelijk niet goed uitdraaide. Want uiteindelijk wordt farao dan natuurlijk kwaad. Hij zegt van, ja, maar jong, wat doe je? Je doet mij een zonde gaan leven? Ja. Zonder dat ik daar iets aan kan doen, hè? Ja, ik vind dat een heel interessante morele les die we hier uit... kapitel 12 in Genesis kunnen gaan trekken. Maar ik zou het graag ook eens niet van jullie twee horen, natuurlijk. Nee, dat was mijn eerste gedanke. Mijn eerste gedanke. Mm-hmm. Ja, dat, dat Abraham niet een geloofde is, maar die denkt naar de wereld en niet naar God. Mm-hmm. Die luistert niet naar God en die denkt, oh, die mensen zijn fout en mensen zijn slecht en ja, wat zal gebeuren, maar je ziet dat zijn angst was groter dan zijn liefde op naar God. Ja? Mm-hmm. En dat was ja, dat was de eerste wat ik dacht als ik deze Bijbelverse zie, dat dat heel vreemd is voor een zo goede man. Als je de Bijbel opslaagt en kijkt en denkt, Abraham, oh ja, dat is een rechtvaardige man. En dat is een heel beetje vreemd. Ik vond dat heel vreemd, dat hij dat doet. Want hij heeft zoveel angst voor die mensen en zo wenig geloofde in de Heer. Dat vond ik heel interessant. Maar misschien is dat een van verschillende redenen waarom die... nog steeds Abraham heeft. Abraham, de naam Abraham heeft en niet Abraham. Ja. Dus ik denk in de volgende keer op kapitel 13 een beetje meer lezen. Ja. Ja, hij gaat ook nog door een leerproces. Hè? Zelfs Abraham gaat nog door een leerproces. Oké, ja, zo goed ken ik het niet. Dus... ik heb dit allemaal ooit wel gelezen. En ik vind het erg leuk om het nu zo zorgvuldig te lezen. Ja, ik heb dat ook alleen maar voor mezelf gelezen. Ik heb dan nog nooit met twee andere mensen daarbij gestudeerd. Maar dan komen soms dingen aan bod die je er eerder zo niet gezien hebt. En, ik denk eerlijk gezegd dat Genesis 12 ons een morele les wil geven om te zeggen van vertrouw op de Heer. De Heer kent de harten van de mensen en die zal het wel regelen in jouw beding. En dat is in feite waar het op neerkomt. Hè? En hoe dat verder gaat, Genesis 13, dat zullen we zien. Zullen we 13 nog beginnen? Ja, ik dacht wel. Ja, ja, ja. Waarom niet? Dus, goed. Ja. Okay. We hebben nog wel een paar minuten. And Abram went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. Nu, ik laat het voorlopig bij deze twee versen, want daar hebben we natuurlijk weer terug iets op te merken. Hè? Dus Perry, die gaan maar Vlaams. Oké, dan pak ik even het leven Nederlands. Also toog Abraham op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw, en al wat hij had, en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud.
Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. En we hebben juist in kapitel 12 geleerd waar hij heel veel van dat vee vandaan had. Dat mm-hmm. daarnaast waarschijnlijk ook nog zilver en goud daarmee gemaakt heeft, omdat hij handelen kon en weet ik veel wat allemaal. Ja, maar we weten dus uit kapitel 12 dat hij een deel van zijn rijkdom mm-hmm. verworven had in feite door een leugen te verkopen. Hè? Ja. Want hij heeft dat gekregen door zijn vrouw in feite te verkopen aan Farao. Die hem al die rijkdom geschonken heeft. En pas op, die farao heeft zijn vrouw niet genomen, of toe zich genomen en heeft daarmee ontucht bedreven. Maar heeft ze teruggegeven omdat hij al verstaan heeft dat het dus Abrahams vrouw was in plaats van zijn zuster. Maar hij heeft hem niet al die rijkdom terug afgenomen. Nee. Zo versta ik dat tenminste. Abraham heeft daarvoor ook al bezittingen gehad, maar niet zoveel. Hè? Nee. Want nu, allee, in het begin van kapitel 12, denk ik als we dan nog een keer teruggaan, daar staat ja ook wat Abraham had. Now the Lord said unto Abraham, get thee out of the country from thy kindred, from thy father's house, into a land that I will show thee, en zo verder, en zo verder. And Lot went with him, and he took his wife, his brother's son, the substance that they had gathered, and the souls they had gotten in Haran, and went forth into the land of Canaan. En zo verder en zo verder. Daar staat hier dus niet, daar staat hier dus wel dat hij bezittingen heeft, maar daar staat niet dat hij zo rijk is. Nee. En dat is nu precies wat er hier in in kapitel 13 wel staat. Abraham was very rich in cattle, ja, silver and gold. Dus dan denk ik is het alleen maar eerlijk als wij constateren dat hij een deel van deze rijkdom, of een groot deel van deze rijkdom, verworven heeft op een oneerlijke manier. Dat denk ik ook. Wat denk jij, Michael? Ja, ook dat dat God de farao gepleegd heeft met die plagen. Ja, dat, ja. Een teken was voor die farao en ook misschien een teken voor Sarai. En dat vind ik heel interessant, want dat die farao... ja, dat is ja, in Nederlands een beetje moeilijk. Die farao, die is die rechtwaardige persoon. Maar ja, niet Abraham. Dus heb je een beetje die rolle van die mensen, die zijn... Zijn omgekeerd. Omgekeerd, ja. Doordat farao in dat opzicht gerechter is of eerlijker is als Abraham dat is. Hè? Ja. Ja. Omdat Abraham zich, in Duits zouden we zeggen, Abraham hat sich sein Reichtum erschlichen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, maar ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt. Erschlicht. Ja, dat weet ik ook niet. Daarom zeg ik het maar niet. Als jij dat niet weet, dan weet ik dat ook niet. Maar ja, wat ik weet is dat... ik dacht dat misschien dat ook een teken is van God. Dat die karakter van die Abraham nog niet... daar is waar je moet zijn. Bereid is... Om zijn opgaven te zullen doen. Op zoiets. Dat het een gebeurtenis is dat Abraham verklaart. En dat gebeurd is om een getuigenis te zijn dat Abraham nog niet klaar is voor zijn grote opdracht. Ja. Dus misschien ook een teken dat hij vertrekken moet. Ik weet dat niet, want ik ben hier niet zo intiem met die kapitelen 13 en 14. Moet ik dat nalezen, maar ik weet dat niet. Maar dat denk ik zo op mijn eerste gedachten. Dan denk ik, heeft te doen dat hij nog niet klaar is. Hij is nog niet volwassen voor zijn opgaven en voor die dingen die daar... Ja, maar dat is zeker niet verkeerd wat je daar zegt. Nee.
Goed, je mag nog een stukje pakken als je wil. Ja, ik wou zo zeggen, dan lees ik nog een stukje verder. And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai. So that means, dat betekent dus voordat hij uitging omwille van die hongersnood die daar toen was. Mm-hmm. Unto the place of the altar, which he had made there at the first. And there Abram called on the name of the Lord. And Lot also, which went with Abram, had flocks and herds and tents. And the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. Right. Okay. Tot zes. Ja, tot en met zes heb je gedaan, ja. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai. Tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abraham heeft aldaar de naam des Heren aangeroepen. En Lot, die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet om samen te wonen, want hunne haven was vele, zodat zij samen niet konden wonen. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er doch zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Ja, ich habe das neu gelesen, als ich das mein letzter Kommentar gemacht habe. Dus siehe dat die Abraham die Mut nu weer terug naar die plaats van waar hij kwam. Dus als je dat ziet in deze kinderspel, Mensch ärger dich nicht, ja? Jörg, help me mal ein bisschen aus hier. Da moet hij terug naar de start. Ja, ja? Ja, als gelijke Monopoly, ja. Ja, auch so jetzt, ja. Aber ich dachte jetzt an Mens. Ja, Mens ärger je nicht, ja. Ja. Ah, ja, so Mens ärger je nicht, ja. Ja, ja, so jetzt, ja. Er heeft het niet gesnapt, ja. Hij snapt het niet. En dus moet hij terug naar waar hij vandaar kwam. En moet het opnieuw maken. En opnieuw snappen wat zijn bedoeling is. Of wat God hem geeft, soort of opdracht of zoiets. Ik denk dat is heel duidelijk hier in vers 3 en 4. En ook die locatie, die heeft die naam Bethel, E-L, ja, voor iets goddelijks. Ja, dat is naar Gabriel, Michael Abel, ja, zoiets. En dus hier Bethel, dan moet ik een beetje opkijken hier in die nakijken. Bet betekent huis. Ja, een beetje dus nakijken. Bethlehem betekent huis van het brood. Dus Bethel, dat zou dan moeten zijn, huis van God. Ja, dat is dat ook, het huis van God. A place in Palestine, een plaats in Palestina. Mm-hmm. Ja, Bethel, the house of God. Dus moet hij terug naar God om een nieuwe opdracht op de, wat is dat in Nederlands? Te ontvangen. Te ontvangen, ja, te ontvangen, ja. Dat is wel spannend, vind ik. Ja, ik denk de verdere ontwikkeling van dit kapitel is heel interessant om volgende keer voor te bereiden met een beetje van die vertalingen van Meske Hendricks commentaar. Ja. Want het gaat hier over een ruzie die tussen Lot en Abraham ontstaat. En over een opdeling van het land dat ze gaan doen. En ik denk dat
Matthew Henry daar zeer interessante commentaren op heeft. En dat we dat misschien dan volgende keer kunnen gaan bespreken. Want Perry gaat ons dat te goed vertalen uit eSort. Yes. En dan kunnen we daar volgende keer eens een keer een essentie uit trekken. Die misschien nog dieper in inzicht is als dat wat wij daar alleen maar uit kunnen verstaan. Ja, vind ik een hele goede afspraak. Nou, dat is een mooie afronding dan. En een goede afspraak voor de volgende. En ik vond het een mooie uitzending. En jullie hartstikke bedankt. Dus heb je nog een laatste woord, Jörg? Dat enige wat ik altijd alleen maar terug kan zeggen, is voor iedereen om zelf de Bijbel vast te nemen. En gelijk ik zeg, ik heb normaal gezien deze Bijbelstudies hier in het Oude Testament tot nu toe altijd voor mezelf gedaan. Ik heb denk ik het boek van Genesis al ondertussen zonder te liegen, denk ik minstens drie keren compleet doorgelezen, als het niet vier of vijf keren is. Maar elke keer als ik het doorlees, komt er weer nieuwe verstand mee bij. En ik moet eerlijk zeggen, wat mij enorm geholpen heeft, dat is dus eSort mee bij te pakken en de commentaren van Matthew Henry te lezen. Maar men mag nooit niet vergeten, Matthew Henry is ook maar een mens. Mm-hmm. En geeft een uitleg. En geeft een uitleg vanuit zijn zicht. En hij is een feilbare mens. En ja. Tom Fress heeft al gezegd dat hij met bepaalde commentaren toch niet compleet Bijbels is, maar een andere zichtweise daarop nahoudt. En dat ga ik mee akkoord. Daar moet men altijd rekening mee houden. Dus we mogen dan ook niet zeggen van, nu hebben we den uitleg van Matthew Henry, nu weten we alles en dat is prima en die man is de wijsheid in zich. Nee, hij is ook maar een mens. Mm-hmm. En we moeten daar voorzichtig mee zijn. Daarom was ik ook voorzichtig om hier mee bij te brengen, want het is één ding om een Bijbelstudie te doen met twee of drie mensen die de Heilige Geest bijeenzitten en uit dat verstand en de leiding van de Heilige Geest een verstand ontwikkelen van wat ze lezen in de Bijbel. En het is iets anders om de commentaren van Matthew Henry daarmee bij te nemen. Dus ik zou zeggen van, als ondersteuning, en hier en daar als iets onduidelijk is, dan kan het helpen om dat te gebruiken. Maar voor de rest zou ik zeggen van, laat ons vertrouwen op de Heilige Geest, die ons tot nu toe tot in het 13e kapitel van Genesis geleid heeft in onze studies. Mm-hmm. Dat we met Matthew Henry misschien zijn steun hebben waar we op kunnen terugvallen als we helemaal niet verder weten. Maar voor de rest zou ik zeggen, laat ons onze eigen interpretatie nemen, want tot nu toe denk ik, klopt die ook redelijk goed. Ja. En daar moeten we op vertrouwen. En daarom is eigenlijk het belangrijkste, daarom zeg ik, ik heb een paar keren Genesis al zelf gelezen, het belangrijkste is altijd om zelf uw Bijbel te lezen. En niet te rekenen op een ander, niet te rekenen op mij, op Perry, op Michael, of op Matthew Henry, of op een of andere mens. Nee, reken daarop dat de Heilige Geest u in alle waarheid zal leiden, precies zoals Jezus Christus beloofd heeft. Mm-hmm. Hij heeft gezegd in Johannes 16, It is expedient for me to go, because if I do not go, the comforter will not come. Dus het is absoluut noodzakelijk voor mij om te gaan. Want als lang als ik hier ben, komt de trooster niet, die u in alle waarheid zal leiden. Hij spreekt niet van zichzelf, maar hij spreekt dat wat de Vader hem ingeeft. Ja? En het is belangrijk om onder zijn leiding de Bijbel te studeren. Ja. Dat is belangrijker als je dat met, in plaats van het te doen met één of twee vrienden, gelijk dat wij dat hier nu doen, mm-hmm. of met andere mensen daarmee bij en die hun raad daarmee bij te halen. De enige raad die u nooit gaat beliegen, mm-hmm. dat is de raad die je van de Heer zelf krijgt. Ja? En dus maak u daarmee warm, maak u daarvoor warm om de Bijbel op zichzelf te gaan studeren, voor uzelf. En als je het niet begrijpt, ja, val dan op je knieën, bid en vraag God om wijsheid, om het woord dat hij geschreven heeft beter te verstaan. Dat is volgens mij dat wat enige wat echt telt, wat je echt moet doen. Lees de Bijbel voor jezelf, versta de Bijbel op jezelf en zie hoe dat je eruit komt en hoe dat de Heilige Geest je in alle waarheid leidt. Als je de Bijbel 20 jaar leest en je komt niet tot het verstand en begrijpt niet wat in de Bijbel lijn staat, dan is de Bijbel niet voor jou geschreven. Dat moet je ook eens een keer zeggen. Hè? Ja. Dus, laten we hopen dat dat niet waar is. Ja, uiteraard. Nee. Maar ja, kijk, God heeft mensen gemaakt voor de verheerlijking en hij heeft mensen gemaakt om ze voor de verdoemenis. Ja? Mm-hmm. Dat is nu maar een keer zo. En wie is wie? Ja, ik ben niet daarvoor daar om dat te bepalen, dat is de Heer die dat bepaalt. Ja? Dat is aan hem om het uit te maken. Maar iedereen die eerlijk zoekt, die in zijn hart eerlijk zoekt, die weet het van zichzelf. Speel ik het theater voor mezelf of doe ik het omdat ik het echt meen? Ja, en dan zul je ook in de waarheid geleid worden. Dus
De punt waar ik mee wil afsluiten, ook al doen wij hier deze Bijbelstudie om jullie te helpen en gebruiken we hier en daar eens een keer wat hulp van Matthew Henry of wie dan ook daarmee bij om een uitleg te gaan krijgen. Het belangrijkste is voor jezelf, lees je Bijbel. Ja, akkoord. Dankjewel, Jörg. En jij, Michael, nog een afscheidswoord? Nee, niet deze keer. Nou, dan word jij alleen maar bedankt. En jullie ook bedankt voor het luisteren. Dat stellen wij erg op prijs. De vorige uitzending die stond op meer dan 30 views in 2 weken tijd. Dat is niet slecht voor het Nederlands gebeuren. En daarvoor jullie allemaal hartstikke bedankt. En tot de volgende Bijbellezing met Jörg en Michael.